En dan gaan we weer even zoeken. Dus even kijken waar, want de boeren zijn nog niet helemaal klaar met het oogsten. Dus we moeten even zien waar. Maar komt wel goed. Ik heb er alle vertrouwen in. Ja jongens, het waait behoorlijk buiten. Dus ik denk dat een aantal vondsten gewoon maar even een muziekje krijgen vandaag. Ik heb wel aan Daniel gevraagd om even een microfoontje te brengen. Kijk, die heb ik hierop zitten. Ik hoop dat het werkt. We gaan het zien. Het is de eerste keer dat ik een microfoontje gebruik. Dus we gaan het wel proberen. Het verbaasde me eigenlijk een beetje, want de achterkant, een bevestigingsoogje. De voorkant lijkt wat op een schildje. Wat het nou precies is, weet ik nog niet. Maar het zou bijvoorbeeld een horsependant kunnen wezen. Hoe zeggen ze dat in het Nederlands? Harnashangertje, een paard. Die hadden dat vroeger op de hals voorop hangen. Dit dorp, hier zo, dat bestaat ongeveer sinds 700 na Christus. Dat was de eerste nederzetting hier. Dus theoretisch zou het best wel eens kunnen dat hier zo, net zo, gewoon ridders hebben ontslagen. Dat vind ik toch eigenlijk best wel een leuk idee. Ja, net als in de film. Ivanhoe en zo, die hier over het veld heen struinde, zal hier waarschijnlijk ergens paden hebben gelegen. En dat dan zo'n paard zo'n schildje is verloren. Dat zal maar gebeuren.
zijn hier dus op een veldje, aardappelveld. En nou ja, er zijn een paar vondsten al voorbij gekomen in het filmpje. En ik ben eigenlijk niet ontevreden. Ik heb nou net 4 baantjes gelopen. En toen dacht ik, nou, het waait toch wel erg hard. Dus ik denk dat een groot gedeelte van het filmpje maar op muziek moet deze keer. Dat geeft helemaal niks. Mooie cent, een hele mooie leeuwencent. Weer mooi duidelijk. Kijk eens even. Prachtig mooi. Jaartal. Ik weet niet of het te zien is zo op het filmpje. 1882. Weer een schitterend. Jee. Nou, hier hebben we dan weer een heel mooi oud knoopje. Oud Tudor knoopje. Zoals je kan zien zit er een heel lange oog aan. Massief. Eigenlijk is het een staafje, het is niet eens een oog. Nou, deze kant is uit de 15e à 16e eeuw. En dat kan je zien door het staafje aan de achterkant. Mooi, brons. Bewerkt. Daar ben ik weer blij mee. En hier vinden we dan een hele kleine. Zoals we kunnen zien. Het is een halve Willemscent. Yep. Het is niet goed te zien. Er zit behoorlijk wat koek op. Het is er wel een. Ik denk dat het een Willem, ja, het is een Willemscent. Kijk, daar is de W. De Wayway van Willem. Diep uit de grond. Daar is de W. Hey jongens, de muntjes blijven maar komen, hè. Hier hebben we weer een leeuwencent. Ja. Ik ben toch helemaal niet zo lang bezig. Pak je laden vol. Netjes. Op mijn werk.
mensen. Dat waren weer een paar leuke uurtjes. We hebben weer even lekker gevonden. En de vondsten vallen we eigenlijk niet tegen. Zoals jullie hebben gezien heb ik weer twee keer zilver. Heel misschien een middeleeuws, hoe heet zo'n ding, een horse pendant. Ja, heel veel muntjes gevonden in die afgelopen 2,5 uur. Het waait erg hard, dus waarschijnlijk staan sommige dingen gewoon onder een stukje muziek. Ik zal er wel even een lekker stukje muziek onder zetten natuurlijk. En nu gaan we weer naar huis. Dus ik zou zeggen, hartelijk bedankt voor het kijken. En niet vergeten, druk even op abonneren. En word even lekker lid van dit kanaal. Zodat je ons goed kan volgen wanneer we nieuwe filmpjes erop zetten. Ik ga nu weer lekker naar huis. Ik zou zeggen, joep doei en de garoetjes. Tot de volgende keer maar weer.